Ja, voetballiefhebbers, welkom bij Friday Night Foot, het B-win Betting Insights magazine van Eleven. Uh, we gaan vandaag uh, speeldag 17 onder de loepen nemen en we doen dat natuurlijk samen met Frank Boeks. Frank, hartelijk welkom. Uh, onze Clash of the Week, dat is nog eens een echte uh, Clash, een Antwerpse derby tussen Beerschot en, en The Great Old. Uh, de eerste Beerschot Antwerp werd gespeeld op 6 mei 1900. We zijn 121 jaar later, Frank, maar dit is nog altijd een derby pur sang. Ik weet niet hoe dat die toen ook al zo leefde zoals nu. Maar ik, ik neem aan dat het, ja, dit de wedstrijd is waar Antwerpenaren uh, allemaal naar uitkijken. Of ze nu uh, roodgezind zijn of uh, paarsgezind zijn, dit is de wedstrijd van het jaar voor de, voor de supporters, voor de Antwerpse supporters. En misschien wel daarbuiten ook. Uh, leuke wedstrijd, verwacht er veel van. Uh, met een ploeg die echt wel de punten nodig heeft, en een ploeg die uh, de, ja, de, naar de top wil. Dus die uh, alle twee in puntennood zijn. Weliswaar in een andere, in een andere rol. Beerschot, laatste twee thuiswedstrijden gewonnen. Tegen Serijn en Genk was dat. Uh, maar gaat die thuisvest hard genoeg zijn om, om ook Antwerpen pijn te doen? Ja, de laatste twee weken kunnen we inderdaad zeggen van... Ja, oké, okay, ze kunnen thuis weer punten pakken. Daarvoor was het uh, helemaal niks en nergens uh, punten pakken. Dus ik denk dat het... Uh, het geloof bij Beerschot zal, zal wel gegroeid zijn. Uh, Torrente heeft er toch een organisatie neergezet uh, waar het moeilijk tegen voetballen is. Maar anderzijds is Antwerp een ploeg die, uh, ja, die altijd en overal wel resultaat weet te boeken. Uh, zelfs op slechtere of mindere dagen. Een zege tegen de aartsrivaal zou wel een, ja, een super mentale opsteker zijn. Ja, absoluut. Maar ja, dat, is, dat geldt voor beide, voor beide kampen, denk ik. Maar inderdaad, Beerschot, als ze deze gewoon over de streep kunnen trekken, dan uh, denk ik dat ze in hun hoofd de, de weg naar de redding uh, zijn ingezet. Als ze dat al niet gedaan hebben met die twee verwinningen thuis. Dus ze zijn komen aansluiten. Uh, waar dat we eerlijk gezegd, de tiende speeldag zeiden van uh, dit is over en oud, zijn ze nu weer uh, in het zicht bij andere ploegen en, uh, en, en kan het allemaal plots weer wel. Antwerpen, zit het vorig weekend uitstekend tegen Oostende? Ja, inderdaad, tegen een mogen toch wel zeggen, minder Oostende, zwalpend Oostende. Een van die ploegen die uh, achterop aan het hinken uh, geraakt is en dat ondertussen uh, ja, het, het zeer moeilijk heeft. Maar ook wel de verdiensten van Antwerpen, die gewoon uh, ja, een goede partij speelde en uh, de tweede helft het gewoon helemaal afmaakte, zowel op fysiek als op uh, kwaliteit. Brian Priske zal de, de, dezelfde scherpte vragen en vooral al niet te veel zitten te denken aan, aan wat volgt Olympiakos. Nee, inderdaad. Dat is daar toch ook een, een zeer moeilijk verhaal, het Europees verhaal. Ik denk dat de competitie um, voor Antwerpen de belangrijkste um, competitie is. En dat ze daar ook alles aan zullen doen om gewoon, um, ja, die kloof met Union te proberen te dichten. Uh, B-win zet 280 voor Beerschot, winst 237 voor een zegen van Antwerpen. Wel is een logisch voordeel dat ik op basis van de rangschikking gerust iets hoger had verwacht. Ja, inderdaad, maar het blijft natuurlijk die derby. En het blijft natuurlijk een wedstrijd waarin dat uh, misschien strijd wel voorop zal gaan. En waarin dat uh, ja, efficiëntie zal, zal belangrijk zijn. En, en daarom denk ik ook dat Antwerpen in het voordeel is. Uh, we kunnen iets meer strijd leveren, hebben iets meer kracht, iets meer snelheid. Uh, Waarschijnlijk dit weekend uh, moeilijke weersomstandigheden. Dus uh, de fysieke paraatheid gaat bij Antwerpen ook groter zijn. Omdat ze meer wedstrijden gespeeld hebben. Uh, kunnen meer wisselen. Dus ik denk wel dat Antwerpen het zal halen. Uitslag? 1-3. We blijven in de derbysfeer. Want onze tweede match in de kijker is de Waalse Regio Clash. Tussen Stadar en Charleroi. De twaalfde tegen de vijfde. Op basis van de historiek had dit eigenlijk de vijfde tegen de twaalfde moeten zijn. Maar ja, het kan verkeren, Frank. Ja, standaard weten we wel. Hè. We weten wel een, een eindje natuurlijk nu dat ze niet in de beste periode zitten. Uh, verliezen nu ook Siker, een van de sterkhouders uh, met de winterstop. Dus ja, het gaat daar niet op beteren. Het is daar, uh, het is daar crisis, dat weten we. Charleroi daarentegen een, een ploeg die goed meedraait, heel goed voetbal speelt met momenten. Andere momenten, als ze het spel moeten maken, iets meer uh, moeite hebben. Uh, dus een wedstrijd die volgens mij beide kanten uit kan. Uh, standaard die thuis iets moet doen. Uh, Charleroi die het ja, misschien een beetje kan, uh, kan afwachtend gaan spelen en dan uh, ja, goed kan gaan counteren. Opstand, dat kan allemaal uh, zomaar gebeuren. Stalder kwam op Gent niet verder dan een verlies met, met een eerredder. Maar het was wel de eerste competitie in Nederland in meer dan een maand. Met misschien net iets te veel gelijke spelen om naar boven te geraken in, de, in het klassement. Ja, inderdaad. Je zou beter, zoals nu eens winnen, uh, verliezen en dan uh, nu in het weekend winnen dan... Uh, dan Enkele keren gelijk spelen. Ze spelen veel 2-2 gelijk. Dus dat wil ook zeggen dat ze net te veel doelpunten uh, krijgen. Als je dan nog 0-0 ja, speelt, dan kan je zeggen, oké, okay, de aanval faalt. Maar als je 2-2 speelt, dan ja, is je aanval misschien wel oké, okay, maar je verdediging dan niet. Uh, dus het is een beetje een ploeg die, die die twee gezichten heeft, die beide kanten op kan ofwel spelen ze ja, verrassend 2-2 gelijk op Club Brugge. Omdat ze dan veel strijd leveren en okay, een beetje geholpen werden door Minule. Maar anderzijds kan het ook een 0-0 zijn bij Standaard waarvan je denkt, ja, wat hebben we hier vandaag gezien? Ook Salawagging op eigen veld onderuit tegen een ander 1-3. Dat, dat was voor het thuisstatus van de Carlo's na Genk en, en, en Uppers bezoek een beetje onvoldoende eigenlijk. Ja, misschien wel een beetje gebotst op een uh, verrassend ander uh, Verrassend in die zin dat ze, dat ze niet per se het spel wouden maken en dat ze de ruimte uh, ook gebruikt hebben zoals Wat dat vaak probeerde te doen. Uh, Anderleg deed dat in deze wedstrijd dat ook uh, redelijk goed. En uiteindelijk uh, ja, met uh, toch wel Rifailov die, die terug in die basis stond en die daar uh, iets uh, betekende. Natuurlijk, Charleroi, het is een ploeg die ja, het spel niet naar zich toe zal willen trekken en daar ook gevaarlijk in is. En Standaard moet thuis waarschijnlijk wel de bal opeisen, want zij willen thuis winnen. Uh, B-win ziet Standaard winnen, want het geeft uh, voor hen 2-15, 10. 10 voor een gelijkspel, 2,85 2-85 voor, uh, voor Charleroi winst. Het voorstel, het voordeel beter, is wel niet gek groot. Nee, het is niet gek groot en, groot. en ik denk ook dat het uh, daarom moeilijk is om een winnaar te kiezen in deze wedstrijd. En Charleroi, uh, die het spel niet wilt maken, standaard, die uh, ja, veel gelijk speelt, ga ik zeggen een 1-1 uh, gelijkspel. Oké. Okay. Uh, derde match in de B-win Spotlights is KV Mechelen Genk. Uh, Mali was al zich na het bravoure-stukje tegen Brugge en de uitschuiver tegen Cercle. zeker willen profileren tegen de Limburgs. Uh, ze hebben alvast een bekerboost gekregen. Hè, want uh, meteen kunnen een revanche nemen tegen Cercle in de beker. Ja, een, een bekerboost en aan de andere kant een, een nieuwe dreun. Dus uh, ja, oké, okay, het is dan wel met penalties als ze eruit gaan. Maar uiteindelijk ga je eruit en je neemt dat mee. Het enige wat je kan doen is dan reageren op het veld en hopen dat je, ja, dat, je, dat, grap, dat, je dat snel kan, kan omkeren. KV Mechelen daarentegen, die hebben een, ja, een uitschuiver gehad. Maar het voetbal blijft redelijk goed. Die hebben een redelijk stabiele kern, een redelijk stabiele ploeg. Dus ik denk dat daar het, ja, het vertrouwen vooral nog, nog altijd groot zal zijn. Mm -hmm. Voor Genk is het nou een 1-op-9 in de Jupiler Pro League. Ja, van Moetes, en al zeker nu met die, met die bekernederlaag, uh, ja, dat is daar... Mag ik zeggen, bijna na een crisis? Ja, ik denk dat je dat wel mag stellen. Dat in Genk uh, het loopt niet zoals we het verhogen hadden, dat is duidelijk. Natuurlijk, een programma met uh, twee keer Brugge en uh, KV Mechelen in één week. Dat is ook niet het makkelijkste programma. Dus je moet ook rekening houden met het feit dat het dan slecht kan gaan of minder kan gaan. Natuurlijk, als je uit een crisis wilt, uh, wilt geraken, dan heb je resultaten nodig. En is het uh, niet tegen Club Brugge in de beker, niet tegen Club Brugge in de competitie, dan moet het maar uit bij KV Mechelen, toch ook een, een goede ploeg in deze competitie. Dus uh, ik denk dat het misschien wel de ideale kans is om uh, de criticasters het zwijgen op te leggen ook. Met wat we gezien hebben, in elk geval de voorbije weken, de voorbije dagen ook, uh, spektakel gaan we krijgen. Dat is, dat is zeker. Ja, inderdaad. Uh, Peensel bijvoorbeeld, die in de beker heel goed speelde, die Owachu verving in voorin, Ugbo die dan ook nog inviel. Genk gaat scoren. Alleen is KV Mechelen een goede ploeg en gaat KV Mechelen dat ook. En ik denk dat KV Mechelen het thuisvoordeel dat ze hebben, zolang die stadions vol zitten. En dat ze in Mechelen mogen achter hun ploeg gaan staan, ja, dan gaat KV Mechelen daarvan profiteren. En ik denk dat dit zo'n wedstrijd gaat worden waar uh, ja, misschien de twaalfde man wel eens het uh, verschil kan maken. En daarom zeg ik uh, dat KV Mechelen in het voordeel is. Uh, want bij B-Win zien we 2,80 voor Mechelse winst, 2,25 voor een Limburgse zege. Ja, Daar trekken ze de, de Genkse kaart. Dat is niet zo'n goed nieuws voor, uh, uh, voor Maliwan, maar jij gelooft daar niet in. Nee, ik geloof dat, uh, dat KV Mechelen gewoon uh, het vertrouwen heeft thuis in die flow zit en dat ze het Genk uh, zeer Zullen maken en uh, dat misschien wel, ja, zoals ik zeg, die twaalfde man hun uh, over de streep kan trekken en dan geloof ik in een 2-1 uh, einduitslag. Oké, okay. uh, best of the rest dan met uh, eerst sint de Union en daar zien we een bijna voor de hand liggende 4 tegen 1-82. Uh, verwacht je dat ook, Frank? Ja, ik denk dat Union ook iets wil rechtzetten. Die hadden een mindere prestatie uh, vorig weekend. Dus ik denk dat uh, STVV misschien wel eens het kind van de rekening kan worden. En dat ze daar terug uh, ja, met snel en goed georganiseerd voetbal uh, toch wel 1-3 zullen winnen. Uh, voor OHL A Agent heeft Biwin 4 voor een Leuvense zegen tegen 177 voor een Gentse gezet. En met 4-10 verwacht men daar niet meteen een gelijkspel. Dus uh, op Leuven dat daar uh, in de laatste vijf matchen maar één keer verloor. Zijn dat straffe quoteringen? Ja, um, Leuven moet ik zeggen, vind ik een ploeg die, uh, daar de rust, waar de rust heel goed is bewaard gebleven. Waar ze zijn blijven geloven in hun trainer, waar ze zijn blijven geloven in hun eigen kwaliteiten. En dat is uiteindelijk beginnen lonen en nu zitten ze in een hele goede periode op een heel belangrijk moment. Daarentegen is bij Gent uh, niks minder waar. Ze zitten ook in een uh, redelijk goed moment uh, en ze hebben iets meer kwaliteit voorin. Ze hebben meer mogelijkheden om te wisselen. We zagen het ook tegenstandaar. Uh, Leuven die in een goede flow zit, maar toch thuis 0-2 verliest van Gent. Het is raar om te zeggen, maar ik denk wel dat het zo zal gebeuren. Oké. Okay. Uh, voor KV kortrijk cercle brugge geeft Biwin 2,37 voor Kortrijk en 2,75 voor Cercle. Een licht voordeel voor de Thuisbroeg. Welke uitslag voorspel jij? Ja, uh, er is veel te doen geweest over of slag daar. En ik denk dat dat ook wel een beetje meesluipt in, uh, in een spelersgroep. Die... Uh, ja, misschien nog wel wat we vechten voor uh, Yves van der En die nu, ja, misschien als het op vechten aankomt. Uh, nog niet die klik hebben met de trainer die het al, die het al vergt om, uh, om het over de streep te trekken. En cerkelen kennende gaan ze dan waarschijnlijk goed spelen. maar 2-1 verliezen van uh, KvK. Mm -hmm. Ostende moet na 0 op 15 en een bekernederlaag. nu tegen Eupen uit die dip proberen te geraken. Met 2,40 voor Oostense winst tegen 2,65 voor een Waalse zege. lijkt Biwin. Daar wel wat in te geloven, zijn, matig? Ja, uh, en bij mij is het ook zo. Ik geloof er wel in dat ze iets kunnen rapen, maar het is uh, ja, ook met, met mate. Dus ik denk dat het daar uh, ja, een, een wedstrijd zal zijn waar beide ploegen eerder schrik hebben om te verliezen. Misschien Eupen iets minder, maar uh, de, het spel niet wil gaan maken op, uh, op Oostende. Dus ik denk dat het misschien wel een, uh, zal kunnen blijven steken op een. Uh, ja, 1-1 gelijkspel. Mm -hmm. Club Brugge krijgt Serrain op bezoek. En Biwin voorspelt daar weinig problemen voor Blauw-Zwart. Want 1-26 tegen 10-50. Ja, met inzetten op Serain valt dit weekend iets te verdienen, Frank. Ja, en we zagen ook in die bekercampagne dat ze, dat ze toch wel voetballers hebben uh, tegen Anderlecht. Het moeilijk gemaakt, hè, drie keer gescoord. Oké, okay, dat was thuis. Ze rijden thuis en ze rijden uit. is toch wel een groot uh, verschil. Zeker als het dan bij Club Brugge is, die uh, ja, twee keer op één week gewonnen heeft van, uh, van Genk. Dus toch wel dat vertrouwen helemaal herwonnen heeft. Uh, dus ik denk dat uh, ja, Clément voor de puntjes op de i te zetten aan uh, toch wel... Mindere periode, moeilijke periode, uh, thuis een 3-0 uh, zegen, -zegen zal, uh, zal willen en kunnen krijgen. Oké, okay, en dan hebben we nog tenslotte anderlecht, de Zulten Waregem. En daar zien we 1,25 voor paarse winst, paars-witte winst beter. En al een uh, even zware patat als bij Serijn. Want elf keer je inzet voor een Waregemse overwinning. Ik zou het uh, zwaar durven inzetten, maar ik vermoed jij niet, Frank. <laughs> ja, ik zou het durven inzetten, maar ik ga het niet doen uh, op deze wedstrijd. Uh, ja, ik denk dat Anderlecht inderdaad gewoon uh, intrinsiek de betere van de twee ploegen is. Alleen uh, moet het eruit komen. En Anderlecht heeft al uh, te veel gelijk gespeeld. Dus als je dan een... Uh een, een gok zou wagen, zou ik eerder gaan voor een gelijk spel. Anderlecht gaat thuis niet verliezen. Uh, maar ze weten het ook in Anderlecht, ze zijn geprikkeld om uh, uit ook, ook een moeilijke situatie te komen. Dus ik denk dat dit een ideale wedstrijd is om uh, de drie punten thuis te houden. En dat zal volgens mij met een uh, 3-1 zegen gebeuren. 3-1 zegen voor uh, Anderlecht. Frank, bedankt voor uh, de toelichting en vooral voor de vooruitblik. En u bedankt uh, om te kijken. En u weet, als u registreert op uh, bwin.be uh, dit weekend, uh, dat u een uh, odds Boost-token tot 100 euro kan ontvangen om in te zetten op de Clash van de Week. Veel succes, veel kijkplezier bij Eleven Pro League en wat ons betreft, tot volgende week. Bye bye.